Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door ABS Autoherstel Peter Brouwers in Roermond. Nou, hier aan de hand is dat wij bijna klaar zijn met de werkzaamheden voor de toekomstige stationshuiskamer. In die zin dat het casco bijna zover is. Dus over een enkele weken beginnen we met het inbouwen, het afbouwen, het inrichten van de stationshuiskamer. En daarna gaan wij verder richting de hoofdingang en verbouwen we die. Dat kunnen we zo meteen natuurlijk bekijken. Maar hier zie je de oude restauratie die in ere wordt hersteld. Het plafond is teruggevonden boven een systeemplafond. En aan die ornamenten wordt nog hard gewerkt. Kreupele stijlen die zijn hersteld. Het schilderwerk staat voor de komende tijd op de planning. Dus over enkele weken zien jullie achter mij de bankjes, koffietafels en onze reizigers met een lekkere kop koffie. Achter mij stond tot voor kort een oude uitbouw waarin de keuken was gevestigd van de vroegere restauratie. Die hebben we gesloopt en we zijn nu de gevel aan het herstellen. Dat is goed te zien. Ook de deuren die dichtgezet waren worden hersteld. Dus de originele kozijnen worden nagemaakt en dadelijk zijn weer alle drie de toegangen bruikbaar. De kleuren die u er nu zien, dat zijn niet de kleuren die er komen? Nee, dit is, het lijkt authentiek, maar het zijn niet de oorspronkelijke kleuren. Een adviesbureau heeft dat onderzocht, verflagen eraf gehaald, geschrapt, gekeken welke laagopbouw erin zitten. En samen met wat historisch onderzoek zijn ze tot de conclusie gekomen dat dit niet de originele kleuren zijn. Het lijkt authentiek, maar het is het niet. De originele kleuren zitten meer in de kleuren zoals jullie daar in het glas en lood kunnen zien. Dus de groen-blauwachtige en zwarte kleuren. Met name het groen-blauwe, dat zal hier terugkomen in dit, aan de binnenzijde. En dat is dus echt een heel ander beeld dan dat je nu hebt. Mag wat kosten, maar je hebt wat. Ik denk als je iets goeds wil doen, dan moet je er aandacht aan besteden. En dat is denk ik wat we gedaan hebben. Dus vandaar. En ja, dat kost iets. Ja, nou, we zijn nu in de ruimte die bedoeld was voor de bloemist. De bloemist op het station is helaas failliet gegaan. Een prachtige ruimte hier. Een heel mooi plafond. En ja, we zoeken hier nog een nieuwe exploitant voor. Dus mocht je behoefte hebben, meld je via huren op stations. Daar komt het helemaal goed. Of bij de lokale stationsmanager, die jullie ook kan helpen. Waarom is dit een hele mooie ruimte? We hebben straks deuren aan de stationszijde, aan het perron, waar licht door binnenkomt en waar je hele mooie ruimte hebt. Aan de andere kant, aan de stadszijde, hebben we ook dubbele deuren. Daar komt het licht door naar binnen. En wat zie je dan uiteindelijk? Je krijgt hier straks een heel mooi ornamentenplafond. Dat is zo beter te zien nog, wat deze ruimte echt uniek maakt. Ja, wanneer is het klaar? Wij kunnen niet wachten. Wanneer is de koffie klaar? Ja, dat gaat nog wel eventjes duren. Allemaal al bij elkaar denk ik dat het ongeveer nog 2 à 3 maanden zal duren voordat hij echt klaar is en dat de koffie kan worden gekocht. Nou ja, wij wachten op de uitnodiging. Altijd welkom. Dit is eigenlijk de onderdelen van de voormalige, nou ja, de bloemist die dicht is en niet meer open gaat. En dit is eigenlijk de kiosk. Nou, die twee units die gaan allebei weg. En ja, je ziet eigenlijk al hoeveel ruimte er dan gaat ontstaan voor de reiziger. En nou ja, ook de check-in, check-out palen die komen hier opnieuw in, worden hier opnieuw verdeeld. Zodat je hier veel meer ruimte hebt om zo de tunnel in te gaan. Maar ook vanuit de tunnel naar het busstation en alles wat daar is. Dus dat is eigenlijk wel de grote winst die we hier voor de reiziger kunnen maken. Ja, dit gaat ook veranderen? Ja, zeker. De entree die gaat veranderen. Ik noem het gekscherend de Pipo-entree met die rode kleuren, dat ronde luifeltje. Ja, past eigenlijk niet meer bij het station. We gaan het ook terugbrengen naar de oude sfeer van het station. Dus de oude details komen terug. Er komen eigenlijk 2 mooie entrees met bogen terug, waar wel schuifdeuren gewoon in zitten. En die ook weer passen in het originele station. Dus waar gewoon, het waren 2 deuren, hè? Het waren ook 2 deuren. En die zijn in het verleden, in de jaren 90, zijn die vertrokken. En hebben ze deze entree van gemaakt en we zijn nu van mening dat die echt terug moet komen om de sfeer van het station terug te krijgen. Essentieel hierin. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.